Het volgende onderwerp gaat ook over milieu, want een WWF gaat uh, op 26 maart aanstaande een activiteit organiseren. En deze activiteit heet Plastic Pick-up and Run. En uh, het uh, gaat over Earth Hour. En daarom hebben wij vandaag in ons midden de heer Glenn Ramjan. Hij is voorzitter van Stichting Sourisur. Ja. ja, deze organisatie houdt zich bezig met het recyclen van plastic. Klopt, ja. ja. Voordat we gaan naar 26 maart. Wat door dat wakker, joh, meneer Klein, Want U bent een tijdje bezig. Loopt het goed? Het loopt goed. Uh, we vorderen langzamerhand natuurlijk. Het kan veel sneller, maar ja, daarvoor heb je de steun van de overheid nodig... om bepaalde wetten en handhaving, met name handhaving in verband met zwerfafval... En daar ziet het tekort. Dus ja. daar moeten we wat harder aan werken, denk ik. Dus uh, het bewustzijn moet nog op gang komen. Op gang komen. Maar bewustzijn krijg je niet alleen op gang, alleen maar door te praten, maar je moet ook handhaven. Je moet ook natuurlijk sancties opleggen. Waarbij mensen natuurlijk ook gedwongen worden om, om hun gedrag te veranderen. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, ten tijde van de heer Sheng Shang, nog, ja. uh, uh, minister van HI, was er al een stap gemaakt. Ja. Uh, 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 moest het verlopen? Want uh, jullie waren eerst begonnen met de Horeca sector. Om um, uh, um, plastic de plastic zakken ja. uit te bannen. Ja. Ja, we hebben dus een petitie aangeboden en we hebben ook een goed gesprek gehad toen met de voormalige minister. Maar het is daarbij gebleven. De intentie was er volgens mij, uh, naar mij toe gezegd dat ze dit zouden doen. Maar uiteindelijk is het uh, uitgebleven. En we hebben natuurlijk hoop op de nieuwe minister. van... Uh, economische zaken, dat ze natuurlijk wel nu uh, het gaan uitbannen. Maar het duurt heel lang, want we zijn al twee jaar verder en we horen niets. Ja. En dat vind ik jammer, want <coughs> single use plastic namelijk, vooral die plastic zakken bij de, bij de supermarkten, dat veroorzaakt natuurlijk een grote schade ook hè, in het milieu. En dat breekt sneller af, maar dan komt het in microdeeltjes en dan komt het weer terug bij ons. En het is niet nodig eigenlijk, een dunne zakjes, we kunnen eigenlijk naar duurzame uh, boodschappentassen gaan. En sommige mensen hebben het goed opgepakt. De winkeliers vragen nu zelf geld voor, omdat natuurlijk die, die kleine zakjes ook duur worden. Maar uitbannen is natuurlijk een, een, een. Het is geen keuze eigenlijk, het moet. Je kan niet de keuze geven aan een burger van je mag een zak kopen, zo'n single use zak of je gaat met je boodschappen Je moet het eigenlijk uitbannen. De meeste landen in de wereld hebben het al gedaan, wij lopen achter. Ja, en u heeft aangegeven, de overheid moet wetten maken en regels. Um, zijn, zijn er geen regels op dit stuk? Ja, dat zijn nou op die single use zakken niet natuurlijk. Ik bedoel, het moet gewoon via de wet moet uitgebannen worden en dat kan je het gefaseerd doen. En, uh, maar er zijn natuurlijk ook wetten met dat met het zwerfafval, er zijn duidelijke wetten daarover, dat het niet mag. Dat het verboden is, dat het strafbaar is zelf en dat je daarvoor een boete kan krijgen. Maar die handhaving is er niet. We hebben, we hebben safe city-camera's, wordt niet daarvoor gebruikt. En dat zou eigenlijk een hulpmiddel zijn voor de overheid, want ik weet wel dat de politie niet overal kan zijn. En de burgers, zou ik zeggen, ook let op elkaar. Maar in principe moet dit wet gehandhaafd worden. En dat men dus ook daardoor eigenlijk beboet kan worden. En dan ga je wel een verandering zien, want dat hebben we gezien in het verleden ook met die autogordel. Ja. Het is een kwestie van dwang. Het is niet alleen dat wij dus uitzonderlijk zijn als we dus eigenlijk een boete gaan geven voor iets dat niet mag. Bijvoorbeeld dus het gooien van afval uit de, uit de raam. Maar wereldwijd wordt het gedaan. Ja. Alleen wij lopen gigantisch achter op heel wat zaken. Ja. En wat heeft de stichting gedaan? Heeft de stichting een paar ontwerpwetten. ...klaar liggen en ingediend ja, dus, of aangeboden? Ja, we hebben het dus nou, in verband niet met het, uh, het single-use plastic zakken, ...want dat is iets van de overheid dat is nagedankt... ...want het is niet uh, dat je een speciale uh, grote wet te moet maken... ...maar we zijn wel bezig met de afval van verpakkingen... ...want plastic is een verpakking maar het zijn meerdere soorten verpakkingen. Om daar een goed systeem van op te zetten... ...en daarbij dus een wet moet komen waarbij de importeurs... ...of de producenten van dat verpakkingsmateriaal verplicht moeten worden eigenlijk om het in te zamelen voordat het in het milieu komt. Ja. Maar dan hebben we al, zijn we al een heel stuk verder en daar zijn we dus nog steeds mee bezig. En ook het ministerie van Rom zijn we dus daar flink mee bezig. En ik hoop dat het uh, dit jaar, waarschijnlijk volgend jaar pas, eigenlijk gerealiseerd kan worden. Ja, die grote recyclebakken die we zien ja. op verschillende plekken, die komen van de stichting. Klopt, ja. En uh, ziet u dat de mensen um, um, het vuil goed afscheiden? Ja, dus het, het gaat goed. Het gaat de goede kant op. Nog steeds zie je wel dus dat men uh, de zakken naast de bak zet in plaats van uh, de flessen in de, in de inzamelbak. Dus, uh, maar het gaat de goede kant op. We breiden uit. Uh, we hebben ook nu die drop-off-center, wat we toen samen doen met uh, Fernandes Bottling. Het is een World Without Waste-project van Coca-Cola. En daar zetten we die grotere uh, drop-off-centers op bepaalde locaties. En we staan ook binnenkort uh, in Para ook. Want belangrijk is ook de toeristen in het land binnenkomen. Zij vergeten eigenlijk hun goed gedrag tussen haakjes in, in het land waar ze wonen. En als ze in Suriname komen, vergeten ze alles. Ja. En dan beginnen ze ook uh, alles uit de auto en dergelijke te smijten. Ja, maar die petflessen, De demanden ook die boy toe? Nou, die petfles ook, toch? Dus eigenlijk alle plastic, die single-use plastic. Maar het is, we gaan er niet meer zonder kunnen. Dus je moet er verstandig mee omgaan. En er zijn recyclebedrijven die het kunnen recyclen hier zo. Dus waarom... Zou het dan eigenlijk weggooien terwijl het uh, weer hergebruikt wordt, of tenminste gerecycled worden en weer nieuwe flessen van gemaakt worden? Dan heb je minder olie nodig ook. Ja. Dus het grondstof wat, uh, wat nodig is, is, is een olieproduct. Dus in principe hoeven we dat niet meer te gebruiken als je goed recycelt. Dus daarop focus Coca-Cola. En ze zijn nu bezig zelf met uh, biologisch afbreekbare plastic uh, flessen. En die onderzoek zijn ze al vrij ver mee in Europa. En Coca-Cola ondersteunt dat heel erg. Ja. Dus eigenlijk heeft mijn Arke, Masra, Glenboong dan, voor hoe doet, vanuit de gemeenschap, plus de overheid en de particuliere sector, eigenlijk uh, bewustworden moet dat er een ogrisa plastic in het milieu Ja, dus de opvoeding, de bewustwording is niet gedaan toen die plastic intrede was, jaren geleden. Is men dat niet eigenlijk serieus genomen? En het is een grote ramp geworden wereldwijd, hoor. Want ze hebben, gewoon een paar weken geleden hebben ze ook een, een verdrag gesloten, al die landen, om het plastic afval aan te pakken, het plastic gebeuren. Ja. Dus uh, je ziet dat het een grote milieuramp wordt. En we moeten daar wel op, op tegen om dus dat niet zo ver te laten gaan dat we de dus straks helemaal niet meer kunnen. En in welke fase zitten wij hier in de dit land? Jammer. In het land zitten we dus eigenlijk in een fase waarbij dus eigenlijk uh, bewustwording groeit, maar te langzaam. Mm -hmm. En ook bij de overheid hoor, want ik kan me niet voorstellen dat ik als beleidsmaker bijvoorbeeld uh, langs de weg rijd. Ik ga naar mijn werk en je ziet dus dat afval langs de bermen. En ik kan me niet voorstellen dat dat, dat stukje niet stoort, want mij stoort het gigantisch. Ja. Dus waarom stoort het sommige mensen? Of zijn we afvalblind geworden? Ja. Zwerfafval blind. het dus Ja, het is net als een kerstboom, dat ligt er mooi versierd, al die gekleurde flessen en zakken en portiebakjes. Ja. Dus men vindt dat gewoon waarschijnlijk al normaal. En ja, dat, ja. dat normaal moeten we eigenlijk weer... En dat gaat tijd kosten. Ja. Maar de tijd kan verkort worden door echt hard op te treden. Ja. En uh, om eigenlijk uh, de mensen bewust te maken van het gevaar van plastic gaat u samen met WWF, uw stichting, ja. samen met WWF werken aan uh, een plastic pick-up en run in Paramaribo ja, activiteit. Ja. Wat houdt deze activiteit in? Dat is met is dus wat elk jaar georganiseerd ook doet met name door WWF. Wij zijn dit jaar erbij getrokken, helpen vaak mee, maar als partner om dus eigenlijk het focus was op plastic afval. En de pick-up en run is eigenlijk uh, is dat in Europa en andere landen al gedaan wordt. Is dus dat bij het trimmen of bij het rennen, dat men dus eigenlijk ook gelijk het plastic afval opraapt. Ja. En dat uh, meeneemt naar de verzamelpunt. Dus daar gaan we dus kijken. We gaan kijken wie allemaal het meest verzameld heeft, opgeraapt heeft. Ja, daar hebben we dus een prijsje voor. Maar het is een stimulans om te zorgen: van, oké, okay, jongens, uh, ook bij het trimmen kan je in principe ook het afval om je heen oprapen. Ja, uh, nou. 28, oh nee, 26 maart. maart. Waar staat deze run? Het staat bij Wakapasi. Gaan we starten? Het is een loop van 5 kilometer uitgezet. Dus via Kombi en dan weer terug, weer een aantal drachten weg en dan weer terug. Dus het is niet een lange loop, maar het is wel uh, iets dat we dus eigenlijk uh, willen meenemen in dat hele in het oude gebeuren. Ja, en uh, gaan de mensen moeten lopen of rennen met een zak? Juist ja. En daarmee moeten ze alle vuil. Ja. Af, alleen plastic oprapen. Nee, in principe ze kunnen ook de blikjes in elken worden tot, tot allemaal weer gescheiden bij het bedrijf, de, die, waar het afgeleverd wordt. Maar in principe gaat het eigenlijk niet om: alleen maar plastic afval. Uh, we focussen natuurlijk op plastic afval, maar als ze ook aan de afval heeft, moet je dat gewoon in de zak doen. Uh, ze krijgen handschoenen en een zak mee, een vuile zak mee. En tijdens trimmen of lopen, rapen ze op en dan gaan ze weer terug. Ja. En wat is het eindpunt? Eindpunt is ook weer wat capaciteit. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Um, ongeveer vijf kilometer. Um, waarom hebben jullie gekozen voor vijf kilometer? Waarom niet langer? Nee, dus dat zou het laatste zijn. Je zit met de groepjes ook, hè? Dus uh, de groep mag niet te groot zijn. Dus we gaan waarschijnlijk in, in fases uh, starten. Om dus ook, in uh, met COVID, moet je ook natuurlijk met, uh, daarmee rekening houden. En dus vandaar die vijf kilometer. Ja. Want om half negen weer uh, heb je natuurlijk de. Licht-uit uh, evenement, waarbij dus het licht voor een uur uitgaat. Ja, uh, is er uh, bewust gekozen voor zo'n activiteit in verband met het Hour? Want je uit Ut Hour naar Bezuinig. Energie, energie enzovoort. Leuk, ja. van energie in eigenlijk. Ja. Maar de focus ligt dus, wat ik zei bij WWF dit jaar, op plastic. Omdat het natuurlijk een wereldwijde probleem is, dus eigenlijk uh, wereldwijd is de focus daarop gelegd. Dus hebben we dat meegenomen. En daarnaast de hebben om twee uur trouwens, ook een uh, expo. Wat we hebben studenten van Nolan Hatteman instituut. Die gaan dus eigenlijk uh, kunstwerkjes maken van plastic, afval. En dat wordt dus vanaf twee uur tot, uh, tot vijf uur wordt het uh, getoongesteld, uh, bij, ook bij Wakker Passie. Ja, waar kan men zich aanmelden voor uh, aanstaande zaterdag? Het kan op uh, de, de website van WWF, dat is een inschrijfformulier dat kan je opgeven. Nog. We, hebben al, we hebben nog wat ruimte, nog, niet te veel meer. Dus als mensen mee willen doen, kunnen ze nog alsnog inschrijven. En de start is gewoon dan nog 5 uur. Ja, is het, uh, um, hoeveel mensen verwachten jullie? We hebben maximaal gedaan van 300, waarbij groepjes van 50 gaan starten. En uh, we gaan niet te veel, want dat mag ook niet. Dus uh, we gaan niet te veel mensen op één hoop. Uh, en als ze aankomen bijvoorbeeld, is gewoon hun zak afgeven. Uh, we zijn nog aan het kijken van hoe dat gaat nummeren, van wie de zakken zijn. En, en dan is het gelijk eigenlijk weer weggaan. Ja. Het is niet meer samenhangen en praten, dus moeten we moeten wel snel uh, weer dat mensen weer gewoon doorlopen en dan in principe weer naar huis kunnen gaan.